Humanitas vind ik hartstikke goed, dat weten jullie. En ten aanzien van onze medewerkers heb ik niks anders dan lof. En ik zit hier al 7,5 jaar, woon ik hier. En er is nog nooit iets veranderd wat dat betreft. Ze zijn altijd behulpzaam, ze zijn altijd vriendelijk. Dus ik bedoel, ik weet niet wat ik er verder van moet zeggen. Ik zeg, ik geef een 9,5. Nou ja, twee redenen eigenlijk. Eén reden is omdat ik gewoon ontzettend leuke en lieve collega's om me heen heb, waar ik gewoon heel fijn mee kan samenwerken. En omdat ik een ontzettend leuke baan heb, een veelzijdige baan als verpleegkundige. En ja, ik werk meer de specialistische kant van wondzorg, diabetes en dergelijke. En vooral ook het begeleiden van collega's op de dementieafdeling. Nou, dat vind ik ontzettend leuk. En nou, dat is eigenlijk de reden dat ik hier werk. Dus... Eigenlijk alles wat je graag wil. Er is van alles te doen. En het is heel prettig op de kamer. En er is... ja, je mag precies zelf weten wat je doet. Je wordt door niemand beknopt of hoe moet ik het zeggen? Ik kan leven zo ik zelf wil. Ik ben in Humanitas terechtgekomen, een jaar geleden ongeveer. Omdat mijn vrouw in Humanitas moest zijn vanwege een Parkinson. De oorzaak Parkinson is en ik zelf hebben ooit een TIA gehad, een hersenbloeding. Zij is gelukkig in lichte vorm en het heeft zich bij mij niet herhaald. En we wonen hier prachtig en we zijn blij dat we hier mogen wonen. Er verandert veel in de gezondheidszorg. Wetten en regels veranderen. Gemeenten krijgen een belangrijkere rol. Burgers zijn meer zelfverantwoordelijk. Ook zorginstellingen gaan met de veranderingen mee. Humanitas is een modern woonzorgcentrum dat een prettige woonomgeving biedt aan haar bewoners. Vandaag gaan we pannenkoeken bakken bij Humanitas. De koks van vandaag zijn Martin Rietberg, Erik de Boer, Hielke Kroonen van de Lions Club Deventer. Een organisatie waarbij mensen op vrijwillige basis initiatieven nemen voor een betere samenleving. Ik weet inmiddels de weg naar boven. Nou, we zetten de kant hoor. Ja, oké, okay, prima. Ja, tot straks. Tot straks. Dankjewel. Dag. Samen met studenten, die ook in Humanitas wonen, zal de Lions Club de bewoners verwennen met deze oer-Hollandse lekkernij. Leden van de Lions Club komen de keuken binnen en kleden zich snel om, zodat ze gelijk aan de slag kunnen met het bakken van pannenkoeken. Dit met het al klaargemaakte deeg en de warme pannen. Vet is het. Er zitten gewoon twee scheppen. Wel erg lekker. Oké. Okay. Heb je wat spul erop, Martin? Ja, kaas en spek. En spek komt er nu aan. Even kijken waar ik moet over. Spek is coming up, yes. Oh, de kaas. De Lions zijn eigenlijk een... is een van de serviceclubs. Een serviceclub, net als Rotary, Kiwana's, Roundtable, dat zijn voorbeelden van serviceclubs. En die hebben in hun vaandel staan, en dat hebben de Lions ook in hun vaandel staan, we serve. Dat betekent dat wij ons belangeloos inzetten voor diegenen die het moeilijk hebben in de maatschappij. En dat is op allerlei gebied. Gebied van zorg, daar zitten we dan nu, maar ook op cultureel gebied en op maatschappelijk gebied doen wij ons best om daar waar we kunnen ons inzetten. Heerlijke spekpannenkoek. Nog één en nog één. Spekpannenkoeken. Die zijn zo lekker. Ja.
Wij hebben binnen Lions in Deventer 3 Lions clubs. Centraal, dat zijn wij. Zuid, die wij gesticht hebben, dat is een borreling van ons. En IJsselvallei, waar we ook geholpen hebben om die te laten ontstaan. Die zijn allemaal een stuk jonger. Een stuk jongere Lions hebben ze daar. Maar dat is natuurlijk weer een heel andere cultuur binnen zo'n club. Een totaal andere cultuur. Maar dat is wel leuk. In 1917 zijn de Lions gestart in Amerika. Het gaat uit van Amerika, Noord-Amerika, in Dallas, Texas. Van Melvin Jones heeft in 1917 een Lions Club gesticht. Heeft dat internationaal uitgebreid. 1924 in Canada is dit eerste internationale club gekomen, buiten Amerika. En sindsdien heeft het zich over de hele wereld verspreid. En zijn er duizenden en duizenden Lions clubs all over the world. Terwijl de pannenkoeken gemaakt worden, helpen de studenten mee om de pannenkoeken uit te delen aan de bewoners. Tweemaal. Hartstikke fijn. De rest komt eraan. Wat verdienen we dan? Ja. Deze zogenaamde woonstudenten mogen in Humanitas verblijven omdat zij per week een aantal uren vrijwilligerswerk doen binnen het woonzorgcentrum. Woonstudent in Humanitas is iemand die hier 30 uur in de maand vrijwilligerswerk doet. En daarnaast hier wat dat betreft gratis mag wonen. En dat is eigenlijk het hele idee. Dus ik maak hier 30 uur in de maand vol aan vrijwilligerswerk. Zoals hier nu met pannenkoeken bakken, met de Lions onder andere. En daarvoor mag ik hier wonen. In een appartementje wat ook gewoon waar anders bejaarden in wonen eigenlijk. Zoals gezegd, studenten zijn welkom bij Humanitas. Dat is fijn voor zowel de bewoners als voor de studenten. Maar ik was op zoek naar een kamer eigenlijk, hier gewoon in Deventer, omdat ik hier studeer. En ja, een beetje in de rond te gaan schreeuwen om zo maar te zeggen van ik ben op zoek naar een kamer. En een dochter van een collega die hier werkt in ieder geval, die zei op een gegeven moment, die ik dan weer ken. Die zei van, moet je Humanitas eens een keer proberen? En daarmee heb ik contact opgenomen. En op die manier ben ik hier eigenlijk terechtgekomen. De woonstudenten zijn logischerwijs erg jong vergeleken met de andere bewoners. Het is daarom van beide kanten wel even wennen. Ja, je moet er wel van houden. Het is wel iets waar je voor kiest. Ik zit hier nu ongeveer sinds vorig jaar april. En het is even wennen. Dat je echt denkt van ja jeetje, nu zit je ertussen. Mijn buurvrouw is 90 jaar en ik heb nu toevallig een nieuwe buurvrouw gekregen. Die vandaag nog 105 is geworden. Dus ja, dat is ook rekening houden, wederzijds ook. En, maar ja, uiteindelijk op het moment dat je daar een beetje in zit en de buurvrouw je aardig vindt en andersom natuurlijk, dan hou je het hier echt heel goed uit. Het is echt heel prettig om te wonen hier. Ook lekker rustig trouwens met studeren onder andere. Of ik heb laatst een koptelefoon gekocht omdat ik nog aardig van films hou. En dan doe ik die lekker op en dan hebben de mensen geen last van en dan kan ik lekker film kijken. Dus dat is echt het geven en nemen een beetje hier. Dus. Oké. We houden het heel lang vol. Dat is goed. Ja, we moet ook. Er niet overheen. Nee. Goeie plannen. Gaan morgen zo weer verder. Het werken in een team staat hoog in het vaandel bij Humanitas. Maar ook bij het pannenkoekenbakken is het belangrijk dat er goed samengewerkt wordt. Je moet, en dat de vrijwilligers maken, altijd het beslag al klaar. Dus dat als wij 4:15 komen, kunnen we in principe bakken. En dan hangt het een beetje van de outillage af of je de goede temperatuur van de pan kunt krijgen. Zover zijn we wel. Hier hadden we ook, we hebben 2 pannenkoeken teruggekregen. De een was de zwarte en de ander was de bleek. Dus kritisch zijn ze wel. Die hebben nog eens een keer die andere weggegooid en opnieuw gebakken. En de tweede weer even aangebakken. Dus tevreden, klaar. En ja, en we offreren natuurlijk smaken. Hè? Naturel, appel, spek en kaas. En soms een combi. Het contact tussen studenten en andere bewoners is zeer goed. Zo goed zelfs dat er veel verhalen verteld worden en interesses gedeeld. Alsjeblieft, eet
smakelijk. En als je bijvoorbeeld hier rondloopt, we hebben natuurlijk andere praten. Er gebeurt af en toe nog wel eens een keer wat met ons. Qua relaties of enzovoort. Of de studie, of er gebeurt eens een keer wat. En dat is leuk. En mensen die haken daarop in. Dus wij zorgen natuurlijk gewoon voor een leuk praatje. Maar ze zijn ook heel gauw benieuwd naar ons van, hey, hoe zit het met jullie en op die manier. En dat is echt heel leuk. Dus daarom zijn we hier geen concurrenten. We zijn hier juist voor de inzet, zeg maar, om een beetje de levenskwaliteit van de mensen hier juist te verbeteren. En dat is ons doel eigenlijk een beetje. De leden van de Lions Club Deventer denken dat ze door het bakken van pannenkoeken weer een steentje hebben bijgedragen aan een betere samenleving. Ik bakte laatst bijvoorbeeld op Bloemendaal. En het maakt uit welke populatie je hebt. Hè. Dit zijn mensen die zijn nog goed bij de tijd. Maar als je op grote voorstel zit bijvoorbeeld, waarbij je toch wel een aantal demente mensen hebt, dan krijg je een totaal andere populatie. En daar moet je ook anders mee omgaan en anders benaderen. Maar de mensen die er nog goed over kunnen oordelen, die zijn heel tevreden. En die hebben mij toen gevraagd op Bloemendaal, Wie zijn dat eigenlijk, de Lions? Wat doen die? Wat zijn ze? En toen heb ik dat de mensen daar uitgelegd wie wij zijn, wat wij doen. En dat zijn toch heel dankbare contacten. Dit is de tweede. En welke is de lekkerste? Mijn allebei dezelfde. Ondanks de vele pannenkoeken die er gebakken moesten worden, was er geen stress en een geweldige sfeer en samenwerking. Ja, heerlijk. En hoe vaak doet u dit? Nou, één keer in een half jaar, hè, geloof ik. Eén keer in een half jaar? Ja, zelf niet. Ik zelf ook wel. Ja. Ik bak ze zelf ook af en toe wel. Heb je lekker gegeten? Heb je lekker gegeten? Oh ja, heerlijk, heerlijk. En gezond. En gezond. Zijn er nog klachten, dames en heren? Die komen nog. Die komen nog, dat is heel erg.